You say I am sound as a drum, but that's very hard to be, as your ears are covered in academic parchment. Be careful. You might rip the cover with your sharp nails, and then I will not sound at all. To put us another way, I come wrapped in something that should be familiar to you as hate is. What I come wrapped in is close to you as love is, close to death. Or your lying tongue surveying the country off our mouths. If I were a drum, you would beat me. Listening to the echo of your own touch, not seeking the voice of the spirit inside the drum, only the spreading out shape of your own hand on my skin cover. If I ever really sounded, I would rupture your eardrums or your heart. If I ever really sounded, I would rupture your eardrums or your heart. You say I am sound as a drum, but that's very hard to be as you cover your ears with academic parchment. Be careful now, you might rip the cover with your sharp nails, and then I will not sound at all. To put us another way, what I come wrapped in should be familiar to you as hate is. What I come wrapped in should be familiar to you as love is. Close to you as love is. Close to death. Or your lying tongue surveying the countries off our mouths. If I were a drum, you would beat me, listening for the echo of your own touch, not seeking the voice of the spirit inside the drum, only the spreading out shape of your own hand on my skin cover. If I ever really sounded, I would rupture your eardrum or your heart. If I ever really sounded, I would rupture your eardrum or your heart. If I ever really sounded, I would rupture your eardrum or your heart. If I ever really sounded, I would rupture your eardrum or your heart. If I ever really sounded, I would rupture your eardrum or your heart. Black Unicorn, 1978, en het komt uit het bundeltje Dream Songs from the Moon of Balualand, number 4. Goedenavond iedereen. Wat mooi om te zien dat jullie met zoveel mensen gekomen zijn over een avond over Audre Lorde, een activiste en dichter en vooral een grote denker. Je hoorde net Shoshani Franks, ze droeg een gedicht voor van Audre Lorde. Je zal er vanavond nog een keertje horen en ze zal ook bij ons aan tafel aanschuiven. Ik ben Merlijn Geurts, ik ben redacteur bij de Bali en samen met mijn collega Mirte Vreese presenteer ik vanavond het programma. Dit programma maakt deel uit van een reeks, Grote Denkers. En het is een reeks waarbij we stilstaan bij het gedachtegoed en de ideeën van grote vrouwelijke denkers uit de wereldgeschiedenis. Het zijn vrouwen waar je misschien niet heel vaak over leest of heel vaak over hoort, maar die wel zeker onze geschiedenis hebben geschreven.
die onze blik op de wereld hebben veranderd en die wiens ideeën in 2016 nog steeds heel relevant zijn. In mei gaan we het hebben over Anaïs Nin en over haar ideeën over erotiek en seksualiteit. Dan gaan we in september verder met de net overleden Fatima Mernissi en gaan we het hebben over het thema de verenigbaarheid van de islam met het feminisme. En in november eindigen we met Hannah Arendt en haar ideeën over het politiek systeem. Maar dat is voor de rest van het jaar. Vanavond gaan we het hebben over Audre Lorde. Ze noemde zichzelf black, lesbian, mother, warrior en poet. Ze heeft zich een heel rijk leven gekend, eigenlijk te veel om voor nu voor op te noemen, maar een paar details. Ze is geboren in 1934 uit Caribische ouders, maar ze groeide op in Harlem in New York. En ze begon op hele jonge leeftijd, vanaf haar achtste schreef ze volgens mij haar eerste gedicht, begon ze als dichter. En haar eerste gedichten publiceerde ze al toen ze op school zat. Ze heeft lesgegeven aan de universiteit en was daar heel actief voor de oprichting en acceptatie van de Black Studies Department. Ze was ook medeoprichter van een uitgeverij, de Kitchen Table Press. Dat was ter bevordering van werk dat geschreven was door vrouwen van kleur. En ze heeft een enorme invloed in Amerika gehad, maar haar invloed reikt ook verder. Ze is enorm van invloed geweest op de vrouwenbeweging in Duitsland bijvoorbeeld. En tijdens haar strijd zette ze eigenlijk de hele tijd haar eigen persoon heel erg centraal. Het was echt vanuit haar outsiderspositie als een black lesbian warrior en poet dat ze racisme aan de kaart stelde, seksisme, klassenverschillen, homofobie. Dat zijn allemaal dingen waar ze mee bezig was. En eigenlijk één heel groot centraal thema in haar denken was dat ze streed en enorm pleitte voor de acceptatie van verschillen, van het anders zijn. Ja, haar meest beroemde quote is dan ook: het zijn niet de verschillen die ons scheiden, maar ons onvermogen om verschillen te herkennen, accepteren en in kracht om te zetten. En omdat Audre Lorde haar identiteit zo duidelijk uitsprak en in categorieën vormde, ga je daar zelf ook al heel erg in mee en ga je jezelf eigenlijk vergelijken met Lorde. In welke hokjes zou ik mezelf zetten of welke identiteitslabels gebruik ik? En in hoeverre verschil ik dan van Lorde? Nou, in ons geval, feminist ja, moeder ja, maar we zijn niet zwart en we zijn ook niet lesbisch. Hebben wij dan niks met Lorde te maken? Wat doen wij met haar? Ben ik dan wel haar publiek, kan je je afvragen? Of heeft het activisme van Audre iets met mij te maken? Nou, wij denken van wel. Vandaar natuurlijk ook deze avond. En waarom? Omdat Audre confronteert je niet alleen met je eigen identiteit, maar ook heel erg met de privileges die daarmee verbonden zijn. En ze laat je heel erg nadenken over de rol die je hebt in de samenleving. En dat kan soms misschien wat ongemakkelijk voelen en je kan misschien in een verdedigende kramp schieten of niks meer willen zeggen, bang zijn om het verkeerd te zeggen. Maar Audre Lorde pleitte juist heel erg om nooit te zwijgen en altijd je uit te spreken. Dus dat is wat we gaan doen met al onze sprekers vanavond. En dat onderwerp van het erkennen juist van verschillen, waarom dat van belangrijk is, dat komt zeker terug in het laatste gedeelte van de avond, waarin we het gaan hebben over inclusief feminisme. Wat gaan we vanavond doen? Aan de hand van drie door Audre zelf benoemde rollen, poet, warrior en feminist, gaan we het werk en leven van Audre Lorde bespreken. Gloria Wekker is vanavond onze hoofdgast. Zij zit gewoon de hele avond bij ons aan tafel. En af en toe schuiven er jonge sprekers aan om vanuit hun werk of vanuit hun kunst of vanuit hun persoonlijk leven met ons te spreken wat Lorde voor hun betekent en of Lorde vandaag de dag nog relevant voor hen is. We hebben echt een bomvol programma vanavond, omdat we zoveel van Lorde willen laten zien, horen en dus bespreken. We hebben alsnog keuzes moeten maken binnen het leven van Lorde, maar we hebben ook keuzes moeten maken voor de vorm van deze avond. En dat houdt in dat het vanavond vooral, nou, er veel gesproken wordt over Lorde en er wat minder publieksparticipatie is, simpelweg omdat er geen tijd voor is. Wij moeten om 10:00 hier stoppen, maar ik heb al een beetje met de sprekers overlegd en velen van hen blijven nog. Dus als jullie willen vragen en doorpraten, zij zijn er en doe dat vooral aan de bar. Dan gaan we nu beginnen, Merlijn. Ja, we beginnen met Gloria Wekker. Ze is sociaal en cultureel antropoloog en hoogleraar gender studies. Ze is een expert. Nou, dat is een enorm applaus. Ja. Ik ga nog even verder met mijn bio voor de mensen die misschien, nou dat kan bijna niet, Gloria Wekker niet kennen. Ze is een expert op enorm veel gebieden op gender studies, sexuality studies, African American studies en Caribbean studies.
En ook schrijft ze korte verhalen en poëzie. Haar boek White Innocence komt bijna uit. En in dit boek onderzoekt Wekker een centrale paradox in de Nederlandse cultuur. Aan enerzijds de gepassioneerde ontkenning van racisme en koloniaal geweld in onze samenleving. En anders racistische agressiviteit en xenofobie. Gloria, welkom. Ja. Dank je wel. We willen eigenlijk gewoon heel simpel beginnen. En we willen vragen, wat is jouw wand met Audre Lorde? Hoe kende je haar? Het is 1984 en ik was ambtenaar bij een ministerie en ik had Zuid-Holland in mijn pakket, dus ik reisde in de provincie en op een gegeven moment had ik een vergadering in Rotterdam en ik had wat tijd over en toen ben ik de vrouwenboekhandel ingegaan, die overigens volgens mij niet meer bestaat. En daar ging ik naar boeken kijken en daar zag ik een mooi boek met een paarse kaft. Met allemaal wolken erop. En die kaft sprak me heel erg aan. Toen ben ik het gaan lezen, de flaptekst. En ik dacht, ik moet dit boek kopen. Dat was het boek Sami van Audre Lorde. Het was eigenlijk de eerste keer dat ik van haar hoorde. Ik heb het boek gekocht en gelezen en ik was totaal... onder de indruk. Ik heb het aan al mijn vriendinnen uitgeleend. Ze moesten het echt lezen. En toen besloten we dat we haar een brief zouden schrijven. Care of Kitchen Table Press in New York City. En ik schreef haar in die brief. We hebben gehoord dat u deze zomer in Berlijn bent. En daar les gaat geven. En zou u willen overwegen om naar Nederland toe te komen voor een lang weekend? Toen kreeg ik een brief van haar terug dat ze dat heel graag wilde doen. En later vertelde ze, toen ze dus kwam dat weekend, toen logeerde ze bij mij thuis, dat ze, toen ze die brief gekregen had van ons, dat zij al haar vriendinnen opbelde om te zeggen... that there are black dykes, of all places, there are black dykes in the Netherlands. dus dat is het begin van een vriendschap geworden. Ze is twee keer in Nederland geweest, in 1984 en 1986. Wij hebben een groep gevormd die zich genoemd heeft naar haar boek met essays Sister Outsider. En we hebben dus twee keer allerlei activiteiten rondom haar georganiseerd. Lezingen, maar ook feesten. Het was een heel bijzondere vriendschap. Ze had echt een talent voor vriendschap. Als ik daarop terugkijk, laatst vroeg ik mij af van... Hoe waren we toch in contact met elkaar in die tijd waarin er... nog geen computers of internet waren. We belden heel veel en briefjes. Ze schreef ook veel briefkaarten. Dat bellen, dat liep soms ook heel erg uit de hand. Het was ook een tijd waarin we allemaal heel erg veel contacten in het buitenland hadden. Soms had je telefoonrekeningen die groter waren dan je maandelijkse inkomen. Het was echt heel bar en boos. Maar dat was dus wel de manier waarop we met elkaar in contact bleven. En ik kan me herinneren, zij is heel erg belangrijk voor mij geweest. In dat zij heel erg benadrukte dat ik moest worden wie ik wilde worden. Waar ik naar verlangde was om onderzoek te doen. En zij spoorde me daar heel erg in aan om mijn PhD te gaan doen. Ik ben dat gaan doen in Amerika op UCLA. Ik was daar twee dagen in Los Angeles. Dat was in 87 inmiddels, september 87. Twee dagen nadat ik was aangekomen was er een hele zware aardbeving in Los Angeles... 6.9, dus alles schudde en trilde. Het was werkelijk verschrikkelijk. En de eerste die me belde, daarna was Audrey uit St. Croix. Die vroeg hoe ik mijn eerste aardbeving was doorgekomen. dus een heel bijzonder iemand, heel bijzonder.
iemand die een ongelooflijke intensiteit had, die wanneer ze je tegenkwam, onmiddellijk wilde weten van wie ben jij, waar sta je voor, doe jij je werk? Dus er was geen tijd te verliezen. Ze was heel erg to the point en heel erg geïnteresseerd in iedereen die ze tegenkwam. Nou ja, je snapt dat los van al je kennis we het gewoon zo bijzonder vinden dat we met iemand aan tafel zitten die haar dus, nou ja, die Audre Lorde in haar huis te gast had. We willen kort stilstaan bij haar jeugd. En we hebben je gevraagd om dat in te leiden met een fragmentje uit Zami, dat boek waar je het over had. Waarin we een klein beetje horen over haar jeugd. I have often wondered why the farthest out position always feels so right to me. Why extremes, although difficult and sometimes painful to maintain, are always more comfortable than one plan running straight down a line in the unruffled middle. What I really understand is a particular kind of determination. It is stubborn, it is painful, it is infuriating, but it often works. My mother was a very powerful woman. This was so in a time when that word combination of woman and powerful was almost inexpressible in the white American common tongue, except or unless it was accompanied by some aberrant explaining adjective like blind or hunchback or crazy or black. Therefore, when I was growing up, powerful woman equaled something else quite different from ordinary woman, from simply woman. It certainly did not, on the other hand, equal man. What then? What was the third designation? As a child, I always knew my mother was different from the other women I knew, black or white. I used to think it was because she was my mother. But different how? It was never quite sure. There were other West Indian women around, a lot in our neighborhood and church. There were also other black women as light as she, particularly among the Low Island women. Redbone, they were called. Different how? I never knew. But that is why to this day I believe that there have always been black dykes around, in the sense of powerful and women-oriented women who would rather have died than use that name for themselves. And that includes my mama. Dank je. Eigenlijk twee vragen over haar jeugd, want we zijn er kort bij stil, maar wat kenmerkt de jeugd van Audrey en wat zijn de defining moments in haar jeugd voor de vrouw die ze later werd? Ik denk een paar dingen die ik hierop wil zeggen. Ze is het kind van migranten uit het Caribisch gebied. Haar vader was arbeider eerst en is later een soort hulpmakelaar geworden. De vader was donkerkleurig. De moeder was heel licht. Die werkte voordat die kinderen geboren werden in een hotel als kamermeisje. Ze kwamen tijdelijk naar de Verenigde Staten. De bedoeling was dat ze geld zouden verdienen en dan terug zouden gaan naar Grenada of Carriacou, waar ze vandaan kwamen. Dat is nooit gebeurd. Maar er bleef altijd het gevoel van, dit is niet thuis, New York City. Thuis is in het Caribisch gebied. En daar gaan we naar terug. We zijn hier slechts tijdelijk. Audrey sprak daarover als een kracht, maar ook een zwakheid. Van dat ze van huis uit nooit meekreeg waar ze eigenlijk thuis hoorde. Er zijn een paar momenten die ze ook beschrijft in Sami. Haar biomythography. Wat is dat precies? Er zit in biografie en dat is vermengd met een mythografie. Dus veel mythe heeft ze er ook in verwerkt. Dus daar heeft ze nu een samenstelsel van gemaakt.
Wat ook belangrijk is in haar leven, is dat ze heel slechtziend was. Ze kon, tot ze haar eerste bril kreeg, nauwelijks iets onderscheiden. En ze sprak niet. Ze sprak pas toen ze 4 was. Dus ze werd eigenlijk als een soort achterlijk dik kindje behandeld, wat niet zo slim was. Dat is er ook wel haar hele leven blijven achtervolgen. En ze is dus niet toevallig bibliothecaresse geworden, omdat ze in de situatie wilde zijn waarin ze alles zou weten. Waarin ze alles wat er in boeken stond in zich opgenomen had en zou bewijzen dat ze best wel dingen wist. Denk ook dat de manier waarop haar ouders omgingen met racisme heel belangrijk is geweest. Ze beschrijft een uitje wat de familie maakt. Ze heeft 2 oudere zussen. Ik heb, dank je. Wat ze met z'n 5 maken naar Washington D.C. Dit is als ze 12 jaar oud is, dus dat is 1945. Gaan ze een uitje maken met de trein naar Washington D.C. Ze beschrijft helemaal wat ze meenemen in hun picknickmand. Lekkere kip heeft moeder gemaakt, broodjes, pickles, weet je, augurken. En dan komen ze in Washington D.C. aan. En ze beschrijft de witheid van Washington D.C. Niet alleen omdat er veel zonlicht is, het is zomer. Ze hebben dat reisje cadeau gekregen. De ouders hebben dat hun kinderen cadeau gegeven. Omdat de oudste zus van high school afkomt en Audrey van de lagere school. Het is heel erg wit, veel zonlicht, maar ook veel witte mensen. Nou, op een gegeven moment willen ze een ijssalon gaan bezoeken. En dan gaan ze met z'n 5 op een rijtje zitten aan de toonbank en dan komt de serveerster en die vertelt hun dat ze hun niet gaat bedienen en dat ze moeten maken dat ze wegkomen. Ze kunnen wel ijs meenemen, maar ze kunnen het niet daar opeten. En eerst begrijpt Audrey helemaal niet wat er gezegd wordt en ze kan die serveerster ook niet goed zien. Paar keer moet de serveerster het herhalen. Dan vertrekt de hele familie zo één achter elkaar op een rijtje uit de ijssalon. Het opmerkelijke is dat daar nooit over gesproken wordt. Wat dat is dan nou 1950 ongeveer? 1945. Daar wordt nooit over gesproken. Wat is daar nou eigenlijk precies gebeurd? En Audrey is heel boos. En wat gebeurt hier nou? We hebben toch niks fout gedaan? Maar krijgt daar nooit een bevredigend antwoord op van haar ouders. En zij neemt zich voor, ik ga niet worden zoals mijn ouders. Dat ik niet over dat soort dingen wil praten. Ik wil weten waarom dat gebeurd is. Ik wil de werkelijkheid veranderen. Terwijl ze schrijft dat haar ouders zich een eigen beeld vormden van de werkelijkheid. En dat op hun kinderen probeerden over te brengen. Om hun zoveel mogelijk te beschermen. Maar daar in feite haar geen goed mee hebben gedaan. Helder, dank je. Ja, en eigenlijk wat je ook zegt is dat ze gaat praten en dat ze juist alles gaat benoemen. En dat deed ze onder andere in haar poëzie. En daar willen we het nu over hebben. En dan wil ik vragen of Shoshani ook wil aanschuiven. Nu even een officiële inleiding. Shoshani Franks is een singer-songwriter. Ze speelt haar nummers over de hele wereld. En haar muziek is vooral geïnspireerd op Afro-Amerikaanse muziektradities. En ze heeft ook al veel prijzen mee gewonnen. Ze doet ook nog onderzoek en schrijft over hedendaagse muziek uit Namibië. En ze is de oprichter van ArtNam. Dat is een stichting voor de promotie van Namibische muziek. Welkom. Dank je. Voordat we over de muziek of over haar poëzie gaan praten, hebben we iets bijzonders. Want eigenlijk is de poëzie van Audrey Lorde helemaal niet meer echt te vinden. Het is ook niet meer online of op YouTube. Maar toen was ik bij Gloria en die gaf me een bandje. Ja, waar allemaal gedichten op stonden die door Audrey Lorde zijn ingesproken. Dus we hebben een radio naar de zaal gehaald.
om dat af te spelen en de stem van Audio Lord even te laten horen. Dat is een bandrecorder, zo heet dat. We moeten misschien ietsje harder zetten nog, want nu staat hij denk ik een beetje zacht. Aan die rode grote knop. Ja, oké. Okay. Love poem. Speak earth and bless me with what is richest. Make sky flow honey out of my hips, rigid as mountains spread over a valley carved out by the mouths of rain. And I knew when I entered her, I was high wind in her forest's hollows, fingers whispering sound. Honey flowed from the split cup, impaled on a lance of tongues, on the tips of her breasts, on her navel, and my breath howling into her entrances through lungs of pain. Greedy as herring gulls or a child, I swing out over the earth, over and over again. Nou, we hebben al een beetje van de poëzie gehoord, onder andere in jouw nummer en ook nu een stukje. Hoe zouden jullie de stijl van Lorde omschrijven? Wat karakteriseert haar poëzie nou eigenlijk? Ongecensureerd. Dat is het eerste wat in me opkomt. Bij haar ook gewoon heel grafisch. En nooit proberen om er een soort van schattig over te doen. Het is gewoon recht voor je raap. Dat is wat ik daaruit heb gehaald. Ik heb 2 jaar geleden voor het eerst dan iets van haar gezien. Bij Massimadi Festival. Dat is een filmfestival voor LGBTI movies from African and Caribbean descent. En daar was dus een biografie over haar. Van haar tijd in Berlijn. Dus een goede vriendin van haar had die biografie gemaakt. En daarin was het voor het eerst dat ik echt kennis met haar maakte. Want ik kende haar naam wel van horen zeggen. En eigenlijk voor deze avond ben ik echt gedoken in haar werk en heb ik zoveel mogelijk gelezen over haar. En dat is eigenlijk wat voor mij het meest karakteristieke is. Gewoon to the point. Straight to the point. Keihard. Vaak moet ik even bekomen van de dingen die ze schrijft. Omdat het zo... het snijdt door je heen. Ik kon niet zeg maar onbewogen gewoon haar lezen. En er niks bij voelen. En dat is denk ik precies ook wat ze wilde bereiken. Dat je niet onbewogen achterblijft. Toevoeging? Ja, nou ja. Ben ik het helemaal mee eens. Zij is zo compromisloos. Zo duidelijk. Ook zo dapper. Want kijk, dit gedicht wat we net gehoord hebben. Hè? Love Poem. Het is uit het begin van de 70er jaren. Ze geeft dan les op John Jay College of Criminal Justice. Het is een undiluted, onaangelengd lesbisch gedicht. Hè? Dus zij zat te bedenken, kijk, hoe zal ik dit nu eens aanpakken? Ga ik wachten tot iemand het gelezen heeft en mij komt vragen, hé, wat is dat voor gedicht daar? Nee, laat ik dat eens niet doen. Ik ga dat gedicht uitprinten of uittypen en ik hang het op het prikbord op de universiteit, zodat iedereen precies weet waar die aan toe is. Dus er is een ongelooflijke... De presentatie is ook nog heel direct. Ja. En waarom koos zij de dichtvorm als haar vorm van expressie? Waarom koos zij voor de poëzie? Ik denk dat de poëzie haar gekozen heeft. Zij beschouwt zich in de eerste en de laatste plaats als dichteres. Ondanks alle andere vormen die ze beoefend heeft en essaybundels die ze geschreven heeft, is poëzie haar belangrijkste medium. Ik denk dat het ook te maken heeft met dat laten praten van haar. Hè? Dat ze zo laat tot een uitdrukkingsvorm voor zichzelf gekomen is.
Weliswaar begon ze dus al heel jong te praten, zoals Marlijn zei, te dichten, toen ze 8 was. Ook toen ze op de middelbare school zat, schreef ze gedichten en had ze het geluk kennis te maken met Langston Hughes in de Black Writers Guild in Harlem, die haar heel erg aanmoedigde. En ook andere belangrijke dichters hebben haar aangemoedigd om door te gaan met schrijven. Iemand heeft tegen haar gezegd toen ze 15 was of zo, dat ze ooit de Yale Younger Poets Prize zou winnen. Dus mensen zagen veel in haar, hè, als jonge dichter. Dichten is het zoeken naar woorden. Het zoeken naar betekenissen die nog niet bewust zijn, maar waar ze naar op zoek is en die ze op papier wil krijgen om degene te worden die ze wil worden. Het heeft heel erg met te maken met wie zij wil zijn. Zij wil iemand zijn die een geleider is voor verandering. Zij wil haar leven stellen in het dienst, in dienst van verandering, van revolutie. Ze zegt ergens, ze haalt June Jordan aan die zegt: ik wil met mijn werk de revolutie onweerstaanbaar maken. En dat doet zij ook, dat doet Lord dus ook. En een van haar bekendere essays heet Poetry is not a luxury. Zou je daarover iets kunnen uitweiden wat het punt is wat ze wil maken in dat essay? In dat essay zegt zij: poëzie is voor vrouwen de diepste kern van hun wezen. Daar komt hun passie en hun wijsheid vandaan. Het is, ze gebruikt een metafoor, als een klein, een kleine kern in een pakje boter. En bij die kern wil ik komen, omdat die kern betekenis geeft aan mij en aan mijn leven. Poëzie is geen luxe, maar is absoluut noodzakelijk in ons bestaan, juist omdat het toegang geeft tot wijsheid, tot inzichten. Dus zij maakt geen onderscheid tussen voelen en denken. Dat is bij haar met elkaar verweven. Dat heeft alles met elkaar te maken. En dat, ken je dat idee een beetje? Ja, zeker. Ik denk dat voor mij muziek en het schrijven van teksten, dat ik mezelf daarin kon vinden. Dus dat ik ongeremd en ongecensureerd en zonder indruk te willen maken gewoon kon delen wat ik voel. En ik heb eigenlijk net voordat ik hierheen kwam, las ik een stukje Using the Erotic. The power of the erotic. Ja, en daar zei ze dus precies in van, dus poëzie is een kern van kennis, maar ook het doorhebben van je eigen seksualiteit. Dat daar zoveel kracht in zit. Waar vrouwen vaak van weerhouden worden. Er zit een schaamte op. Ik herken dat heel erg vanuit huis eigenlijk. En ik denk veel mensen wel. Dat je het niet over seks kan hebben. En dus ook in taalgebruik. Dus bijvoorbeeld bij mijn moeder. In Oshiwambo kan je niet praten over je vagina. Daar is geen woord voor. Daar zit zoveel schaamte op. En het woord wat er bestaat is dan iets schaamtevols eigenlijk. Dus in die zin van ja, woorden zijn zo belangrijk en zo gewichtig. Dus ook kijken naar bijvoorbeeld labels. In die film over haar tijd in Berlijn werd er duidelijk gemaakt hoe zij een movement creëerde voor Afro-Germans. Ja, dus mensen van afkomst, gemengde afkomst of niet gemengde afkomst, maar dan een Afrikaanse vader of een Afro-Amerikaanse vader of moeder in Duitsland. En veel van die mensen die hadden dan nooit, ja, of je bent alleen in een dorpje alleen, zonder vrienden. En misschien kom je één keer wel iemand tegen die dan ook mixed is of er een beetje uitziet zoals jij. En ze maakten er een punt van dat mensen elkaar leerden kennen en dat er ook een naam voor kwam, Afro-Germans. Ja, we gaan er later ook nog zeker over hebben. Is haar poëzie met iets te vergelijken en met nu? En het inspireert jou zeker, maar is er iets
Mis jij iets in de huidige poëzie van, of laat ik het directer zeggen, van er spreekt een enorm engagement uit haar poëzie. En ik hoorde van verschillende dichters dat het is heel moeilijk om in Nederland een jonge dichter te vinden die geëngageerd is. Herkennen jullie dat of in het onzin? Ik zit niet zo in de poetry scene op dit moment. Dus ik weet niet zo heel goed wat er is. Maar ik denk dat over het algemeen in populaire cultuur en wat er bovendrijft, dus wat je makkelijk binnenkrijgt, dat vaak niet geëngageerd is. Of het nou in muziek of in danstheater of in poëzie. Of het is juist het soort van afmatten van je denken wat er eigenlijk heerst. En ik weet zeker dat er hele geëngageerde poets daar zijn in Nederland, maar dat ze misschien minder zichtbaar zijn, hoorbaar zijn. Dat denk ik. Ik weet dat ook niet zo goed. Ik kan mij niet aanmatigen dat ik echt een kenner ben op het gebied van jonge dichters en dichteressen. Maar ik denk dat zij echt op eenzame hoogte staat qua engagement, hè, en hoe haar wereld eruit ziet. Dus waar zij zich ook bevond, of dat was in de Verenigde Staten, later op St. Croix, in Duitsland of in Nederland of in al die andere plekken op de wereld waar ze geweest is, dat zij zich altijd trachtte te verbinden met bewegingen die daar gaande waren. Heel vaak zwarte vrouwenbeweging, maar ook andere soort bewegingen. En dat ze heel erg probeerde in verband te staan met andere mensen. En dat komt ook in haar poëzie tot uitdrukking. En het zijn alsof het gaat alsof er een steen in een vijver geworpen is. En daar komen allerlei rimpelingen uit voort die steeds verder zich verspreiden. Dat was ook wat ze wilde. Dus dat engagement van haar, wat dus heel duidelijk is en wat over van alles en nog wat gaat. Ze spreekt zich over van alles en nog wat uit. Had ze ook, want nou, dit was natuurlijk niet een, nou, was ook, zat ook engagement in dit gedicht, absoluut, natuurlijk. Ja. Ja. Maar had ze ook niet geëngageerde poëzie? Ik kan me dat niet zo goed voor de geest halen, wat dat zou moeten zijn. Ik zie een aantal thema's in haar werk. En wat het ook is, ze vertolkt een standpunt dat heel inclusief is, waarbij ze allerlei mensen probeert in te sluiten. En wat altijd wel iemand tegen de schenen schopt. Dus ik vind haar in wezen heel erg, ja, op allerlei terreinen geëngageerd. Heel empathisch. Mm-hmm. Dus in veel van haar werk dan is het alsof zij het zelf heeft meegemaakt. Ja, natuurlijk heeft ze veel dingen zelf meegemaakt, maar ze praat over dingen die ze in de krant heeft gelezen. En dan voelt zij de pijn zo heftig dat ze kan niet stil blijven zitten. Dus moet ze erover schrijven en moet ze iets doen. Alsof ze het zelf heeft meegemaakt. Yeah, yeah. En dat vond ik een van de sterkste dingen in haar poëzie. Van haar empathisch vermogen is ongelooflijk. Als een vogel tegen het raam aan was geklapt of zoiets, zou ze dat ook voelen en zou ze daar iets over schrijven. Dat vond ik een van de meest merkwaardige dingen. Of het nou gaat over equal rights in de black, you know, civil rights movement of LGBTI of wat dan ook. Nou, we gaan vanavond afsluiten. Jij verklapt alweer met nog een gedicht wat jij gaat voordragen. Dank je wel, Shishani, voor je bijdrage tot nu toe. Dank je wel. Nou, het was u hopelijk al opgevallen. Deze prachtige werken die in onze zaal hangen. En die zijn van Patricia Kaarsenhout. En die zit hier. Hi, Patricia. Hier staan? Ja, ja. Patricia is visueel kunstenaar en cultureel activist. En deze serie heet Black Ladies. En een womanist. En een womanist. voor degene die niet weet, wat is een womanist? Zal ik het maar heel kort door de bocht doen? Okay. Zwarte feminist. Oké. We zien hier Black Ladies. Kan je over deze werken wat vertellen? Dit is alweer wat ouder werk.
Ik heb mij laten inspireren door een quote van Audre Lorde. En de quote is: if I didn't define myself for myself, I would be crunched into other people's fantasies for me and eaten alive. En het gaat erover dat je als zwarte vrouw door anderen gedefinieerd wordt, zonder dat jou gevraagd wordt hoe jij jezelf definieert en of dat wel klopt. En ik ben veel bezig geweest met, hoe zie je er van buiten uit? En hoe reageert de buitenwereld op mij als zwarte vrouw? Daar is een idee over, maar dat idee dat strookt vaak niet met wat er binnen mij gebeurt, mijn ziel. Mijn ziel is iets anders als de representatie van mijn buitenkant. En ik probeerde dat te verbeelden via deze werken. Dit zijn een serie foto's uit een bestaand boek. Ze zijn gemaakt door een witte fotograaf die een soort van semi-erotische, esthetische foto's dacht te maken van zwarte vrouwen. En het gaat er weer over het visualiseren van de zwarte vrouw in alle stereotyperingen die er maar te bedenken zijn. Dus ik heb die foto's uit dat boek gescheurd en, en daar een eigen definitie van gegeven. En de teksten daarachter zijn allemaal teksten en quotes van zwarte vrouwen, van zwarte bekende vrouwen. En kan je, we zien zo, als het goed is, op het scherm ander werk ook van jou. Kan je vertellen over de grotere thema's in jouw werk, wat je nog meer maakt en hoe zich dat verhoudt tot Lorde? Je hebt het al een beetje verteld, maar zouden we nog wat werk van Patricia kunnen zien? Yes. Een belangrijk thema in mijn werk zijn verborgen en vergeten geschiedenissen. Niet alleen van mezelf, maar ook van mijn voorouders. Als kind op de middelbare school zei mijn geschiedenisleraar, toen we bij het hoofdstukje kwamen, het Nederlandse aandeel in de geschiedenis van de slavernij, dit slaan we over. We gaan meteen door naar Amerika. En toen hebben we één pagina over de slavernij in Amerika behandeld en dat was het. Nou ja, dat maakte mij als scholier enorm nieuwsgierig, dus ik ben meteen onderzoek gaan doen. En die zie je dus een aantal geschiedenisboeken die ik later, toen ik kunstenaar ben ik geschiedenisboeken gaan verzamelen. En toen ben ik al die teksten gaan wegstrepen en dingen eruit gaan snijden. De grondgedachte is dat als ik als zwarte vrouw niet opgenomen word in die geschiedenis, dan kan ik het ook niet als mijn geschiedenis zien. Dus dan kan ik ermee gaan spelen en dan kan ik ermee gaan doen wat ik wil. Dus dit is een rode draad in mijn werk. Kunnen we nog wat werk zien? Dit is een visualisering wederom van een zwarte vrouw die niet opgenomen is in die witte westerse geschiedschrijving. Je ziet hier een beeld van een vrouw waarin ik haar gezicht en een deel van haar lichaam heb weggesneden. En het is geplakt op een oud geschiedenisboek en alle tekst is weggevaagd. Dankjewel. Ik hoorde jou net even snel, ik weet niet of ik het mag zeggen, tussendoor zeggen tegen iemand voor. Het is een spannende tijd. Kan je heel kort daar iets over zeggen in relatie tot deze avond, misschien wel ook over Lorde als womanist en activist? Ik vind het een hele spannende tijd, omdat ik ben opgegroeid. Ik was heel jong in de jaren 80. En mijn jeugd en ook daarna was een jeugd en ook mijn jonge jaren daarna heb ik me heel eenzaam gevoeld als zwarte vrouw en ook het definiëren van mijzelf en mijn zwart zijn. Omdat ik opgegroeid ben met de gedachte dat de dominante cultuur de beste cultuur is. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid met een enorm gevoel van minderwaardigheid. En wat ik nu om mij heen zie, is een generatie, twee generaties misschien inmiddels al, die enorm trots zijn en een strijd voeren die ik heel graag had willen strijden toen ik jong was. Maar ik ben heel blij met wat er nu gebeurt, dat ik er ook een onderdeel van uit mag maken. En ik zie een enorm zwart zelfbewustzijn die losstaat van oordelen van anderen, maar die zichzelf aan het ontdekken is, niet in relatie tot, maar gewoon zelf zijn.
En dat vind ik een heel spannend iets. Het is ook heel nieuw dat je niet jezelf afzet tegen iets dominants, maar dat je zegt van dit is wie ik ben en ik ben er gewoon trots op. En het omarmen van je eigen zwart zijn, je roots en je cultuur en alles wat erbij hoort. Dankjewel en dankjewel voor je mooie werk. Merlijn. Ja, we hadden net al een beetje over de strijd van nu, maar we gaan terug naar Audre Lorde als warrior, als de strijd die zij voerde in haar tijd. Daar gaan we met Gloria over hebben, maar voordat we dat gaan doen, willen we even een filmpje laten zien om een beetje het gevoel van die tijd te krijgen. To be young, gifted and black. Oh, I come here to read my poetry tonight. As a black feminist, lesbian, poet. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. There are days, this is one of them, when you wonder what your role is in this country and what your future is in it. Accommodations fight 10 years ago with the blacks. Are we gonna have to start all over again with women? How about, would you like a sign up there that says blacks only or whites only? It's the same principle, sir. We are, women are persons, women are people. Persons, and we want to be able to come and go through it, and we don't want to be intimidated by signs that say men's buffet. The point being that I can't do what I want to do with my own body because I am the wrong sex, the wrong age, the wrong skin. But the time has come in America when we must try to overcome the traditional feelings and attitudes towards the sexes in this country. The National March on Washington for Lesbian and Gay Rights of 1979 was the first March on Washington of its kind and remains one of the largest marches for gay rights to date. 30 years ago, the first time I came to Washington, my family and I couldn't eat ice cream in a drugstore here because we were black. Now, since then, I have come to Washington many times to demonstrate and to testify to different aspects of myself and my beliefs. And I see many familiar faces from those past marches here today. For lesbians and gay men have always been in the vanguard of struggles for liberation and justice in this country and within our communities. The first national conference of third world lesbians and gay men met in Washington over the past 4 days, and it was an outstanding success. Nou, we zagen hier al wat beelden. Kun je een beetje de tijdgeest beschrijven waarin Audre en jij ook actief waren? Want je bent zelf ook naar Amerika gegaan, hoorden wij. Het doet mij heel erg denken inderdaad aan de tijd, de eerste keer dat ik naar Amerika toe ging. Dat was 68, 69. Toen ben ik een jaar als uitwisselingsstudent door American Field Service uitgezonden. En ik kwam te wonen in een klein stadje, Normal, Illinois. Daar was niks opmerkelijks aan dat stadje. Behalve dat er in februari van het jaar dat ik er was, Jesse Jackson naar de campus van Bloomington, Illinois kwam. En Bloomington was de tweelingstad van Normal. En dat bezoek van hem aan die campus heeft een onuitwisbare
indruk op me gemaakt. Angela Davis heeft het in haar autobiografie over het moment waarop zij besloot een soldier of the revolution te worden. En voor mij was dat bezoek aan die meeting met Jesse Jackson het moment dat ik moest beslissen wie ik was en waar ik zou gaan zitten. Want aan de ingang van het auditorium stonden zwarte brothers met hun leren jacks en hun arm zo uitgestrekt. En die zeiden, witte mensen moeten achterin gaan zitten en zwarte mensen voorin. En ik wist werkelijk niet waar ik moest gaan zitten, waar ik bij hoorde. En ik was met een zwarte vriendin die absoluut geen aarzeling kende en die ging voorin zitten. Dus ik liep met haar mee en ik ben ook voorin gaan zitten. En dat moment heeft mijn leven veranderd. Dus het was de inhoud van zijn speech en de manier waarop Jesse Jackson sprak. Maar met name dat moment waarop ik een keuze moest maken wie ik was. En waarom zat die aarzeling in dat je er nog nooit zo mee was geconfronteerd met die vraag? Of? Omdat er in Nederland geen discours was om over ras en etniciteit te praten. Dus 68. Wij woonden in Nijmegen. Wat wij wel wisten als gezin was dat wij er anders uitzagen dan de mensen om ons heen. En wij waren bruin en we kwamen uit Suriname. Maar er was geen, geen discours, geen ontwikkelde manier om daarover na te denken of daarover te praten. En dat moment kwam dus in Amerika dat ik daarover moest beslissen. En het was, ja, het is levensveranderend geweest. En Audrey, in wat voor cirkel zat zij op dat moment? Op dat moment was Audrey, woonde in New York City, was getrouwd met een witte man, Ed Rollins. Ze hadden twee kinderen, een dochter en een zoon, Beth en Jonathan. En ze kregen een uitnodiging om een semester les te geven op Tougaloo College in Mississippi. En dat is voor haar ook een heel levensveranderend moment geweest. Omdat het bruiste ontzettend. Hè? De Black Power Movement was in volle gang. Was op een hoogtepunt. Dus zij is met die studenten uit Tougaloo naar Washington D.C. toegegaan, ook om mee te doen met die grote demonstratie op de Mall. Maar ook was het professioneel gezien voor haar een ontzettend eng iets om les te gaan geven in poëzie schrijven. Terwijl zij voelde, ik ben eigenlijk nog zelf pas aan het begin van ontdekken wat dat eigenlijk is, een dichter of dichteres zijn. En dat ze nu al daarover aan andere les moest gaan geven, dat was voor haar ook een levensveranderend moment. We zagen een beetje in het filmpje dat ze bij allerlei verschillende bewegingen zat. Dus niet alleen in de Black Movement, maar ook in de Feminist Movement en ook in de LGBT Movement. Hoe combineerden ze die verschillende strijden eigenlijk? Hoe zag dat eruit? In al die bewegingen was het lastig. Ze zegt ook zelf van in wat voor gezelschap ik mij ook bevind. Er is altijd iemand die zich beledigd voelt door wat ik zeg en door wie ik ben, door die combinatie van dingen. Want waren dat gescheiden bewegingen op dat moment? Ja, voor een groot deel wel, ja. Dus de eerste beweging, en dat is iets wat vaak niet voldoende beseft wordt, is dat de moeder, zeg maar, van alle bewegingen is de zwarte bevrijdingsbeweging. Die andere bewegingen die daarna komen, zoals de vrouwbeweging, ten diepste beïnvloed hebben, heeft in zijn methode, manieren van omgaan met elkaar. Binnen die zwarte beweging voerden mannen het hoogste woord en hadden vrouwen, dat zei Stokely Carmichael volgens mij, the only position of women within this movement is prone, weet je wel, uitgestrekt.
Dus vrouwen hadden de taak om broodjes te smeren en te fotocopiëren. En werden gewoon niet als gelijk gezien. Dus die strijd tussen mannen en vrouwen in de zwarte beweging is heel lang en zelfs nog steeds een punt van aandacht. Dan krijg je de vrouwbeweging die voor een heel groot deel door witte vrouwen bepaald werd wat de strijdpunten waren. Dus in die vrouwbeweging speelde racisme een grote rol. Dus moesten zwarte vrouwen behoorlijk zich uitspreken en duidelijk maken hoe verschillend de posities van verschillende vrouwen waren. En dat witte vrouwen wit privilege hadden, waardoor ze zich over sommige dingen niet druk hoefden te maken. Dus daar was ook strijd gaande. En Audrey heeft zich daar heel erg in geroerd. We komen er later over te spreken, maar toch om het even duidelijk te maken. Noem er eens een paar. Waar de witte vrouwen zich geen zorgen over hoefden te maken en waar Audrey dus op wijste. Over racisme. Ik bedoel, dus de verleiding was heel groot voor witte vrouwen om te denken, als ik mij maar voeg naar de normale gang van zaken, als ik mij als heteroseksueel gedraag en kinderen krijg en mij met een witte man omgeef, met witte mannen omgeef, dan is mijn positie genormaliseerd en veiliggesteld. Dat gold natuurlijk in een heleboel opzichten niet voor zwarte vrouwen. Maar het gaat ook over allerlei dingen als, ze zegt ergens heel treffend, als witte lesbische vrouw die een zoon heeft bijvoorbeeld, maak je je er druk over of jouw zoon je zich in de toekomst niet tegen jou gaat keren en het patriarchaat gaat bezetten. Maar als zwarte lesbische vrouw met een zoon maak ik mij druk erover dat hij niet op straat neergeschoten wordt of uit de auto gerukt wordt en tegen een muur gezet wordt. Dus daaruit blijkt die vergaande verschillen die er bestaan tussen witte en zwarte vrouwen en in dit geval witte en zwarte lesbische vrouwen. En hoe zat dat dan bij die laatste beweging, die LGBT-beweging? Voelden ze daar helemaal zich in thuis? Of was ze daar ook nog steeds een soort van outsider? Nee, ook daar speelt natuurlijk dezelfde situatie dat er verschillen zijn tussen vrouwen. En dat er heel vaak te weinig rekenschap gegeven werd van de privileges die witte lesbische vrouwen hadden. Dus diezelfde strijd die je in de bredere vrouwenbeweging had, had je ook in de lesbische beweging. En hoe zag dat actievoeren van Audrey eruit? Ze had natuurlijk haar poëzie en ze schreef, maar wat deed zij nog meer? Hoe voerde zij actie? Wat was haar, wat was de strategie? Strategie was, die bestond uit vele verschillende dingen. Waar, zoals ik eerder zei, zich voegen bij bewegingen. Mensen, en met name vrouwen, empoweren, kracht geven. En echt heel indringend vragen of je je werk aan het doen was. Of je aan het doen was waarvoor je gekomen was. Ze zei ook heel riep dat vaak. Riep dat ook wel eens weerstand op? Nou, je moest er wel staan, hè? Je kon je niet een beetje wegduiken. Je moest echt wel vertellen waar je voor stond en wat je van plan was, wat je plan was. Ze zei ook heel vaak zo'n motto van daar: I am doing my work, are you doing yours? Die echt recht dat recht op zijn doel afgaan, dat was een strategie. Ik denk ook, ze heeft ongelooflijk veel presentaties gegeven. Sommige zijn later essays geworden. Ze heeft bijvoorbeeld op Oberlin College, waar ik later les gegeven heb, heeft ze een commencement address gehouden. Dat is de lezing die gegeven wordt als de studenten hun bachelor afsluiten, een groot feest.
dan wordt er een beroemd iemand uitgenodigd. Dus dat heeft ze gedaan op Oberlin met een heel belangrijke presentatie die heet I Am Your Sister. Waarin ze zich eigenlijk richt tot de zwarte gemeenschap. En tegen zowel mannen als hetero vrouwen zegt, jullie kunnen mij wel afwijzen als zwarte lesbische vrouw, maar ik ben en blijf jullie zus. En ik ben er bij elk belangrijk moment in de geschiedenis van deze beweging, ben ik erbij geweest. En heb ik mijn taak gedaan. Wat ik ook heel erg belangrijk vind, wat ik zelf heb meegemaakt toen ze in Nederland was, dat was in 86. Toen hadden we een programma voor haar georganiseerd en op een gegeven moment hadden we een dubbeling in het programma. Er waren twee bijeenkomsten op dezelfde tijd gepland, wat allemaal niet de schoonheidsprijzen verdiende. Dus er was een ontmoeting met grassroots, zwarte emigranten vrouwen. En er was een bijeenkomst op de Universiteit van Utrecht, waar ze zou praten met wetenschappelijk medewerkers. Dus op een gegeven moment kwamen we daarachter. Toen vertelde ik er, oh Audrey, we hebben een vreselijke fout gemaakt. We hebben je dubbel ingepland, wat gaan we nu doen? Geef mij die telefoon. Dus toen ging ze met de Universiteit Utrecht bellen met de vrouwen die dat georganiseerd hebben. Ja, kijk, betreurenswaardig, maar ik kan niet komen. We kunnen kijken of er een andere afspraak te maken is, maar dit is geen keuze. Ik ga naar die bijeenkomst van die grassroots vrouwen. Dus ik vond dat zo indrukwekkend dat ze daar geen enkele twijfel over had en ook niet verlegen ermee was. Dat was gewoon duidelijk wat ze ging doen. Dus de keuzes die zij maakte, die waren absoluut helder aan haar. Ik vond het echt bewonderenswaardig en dat ik heb daar veel van geleerd. En hebben we het een beetje gehad over haar strijd vooral in Amerika, maar hoe verschilde dat die dan met die van Europa? Want daar was ze na een tijdje, ging ze daar naartoe, vooral eerst naar Duitsland. Wat voor invloed heeft ze daar gehad en hoe verschilde dat dan met Amerika? Dat is iets waar dus nu steeds meer op gereflecteerd wordt in Duitsland over wat haar betekenis geweest is voor met name Afro-Duitse vrouwen. Die term heeft zij voorgesteld. Hè? Er was geen term voor zwarte vrouwen in Duitsland. Zij werden vaak oorlogsbaby's genoemd. Dat was nog een van de vriendelijke termen. Er was niet echt een gemeenschap in Duitsland. Dus toen ze daar begin tachtiger jaren, dus een aantal jaren achter elkaar, is ze daar de zomer naartoe gegaan. Ook om homeopathisch behandeld te worden voor haar kanker. Zij heeft aan de wieg gestaan van de Afro-Duitse beweging. Dit is iets wat ook heel verschillend is met de Nederlandse situatie. Ik heb daar samen met Cassandra Hilaire-Beduc, een Duitse PhD, overgeschreven wat nou de overeenkomsten en de verschillen tussen de situatie van Nederlandse zwarte vrouwen en Duitse zwarte vrouwen is. Wij in Nederland waren voordat Audrey kwam al bezig met ons te organiseren en hadden al onze eigen organisaties. In Duitsland was dat niet zo. Ze heeft daar echt door het geven van onderwijs, door poëzieklassen te geven en het onderwijzen van zwarte Amerikaanse literatuur, een groepje mensen bij elkaar gebracht die geïnteresseerd waren in die onderwerpen, die ook later zelf zijn gaan schrijven. Zij drong er ook altijd op aan bij zwarte vrouwen die ze ontmoetten om hun verhaal te horen en ook dat we zelf moesten gaan schrijven. I need your stories. Zij was zelf gaan schrijven
omdat ze niet de boeken kon lezen die ze wilde lezen. Dus ze wilde ook dat zwarte vrouwen gingen schrijven. En dat heeft ze zowel in Nederland als in Duitsland heel erg benadrukt. Ze heeft ons ook met elkaar in contact gebracht. Die internationale zwarte vrouwbeweging was heel erg belangrijk voor haar. Niet alleen met vrouwen in Duitsland, ook in Oostenrijk, vrouwen in Zuid-Afrika. Zij was voortdurend bezig iedereen met elkaar in contact te brengen en dan hopen dat daar iets uit voortkwam. En jullie belden dus heel veel, ja. Want verder kon het niet. Waren er al conferenties of hoe moet ik dat voor me zien? Hoe ging dat? Er zijn conferenties geweest, ja. Er is een grote conferentie geweest in Boston in 1989 of 1990. Ik zat toen in Los Angeles en Suriname, dus ik ben daar niet bij geweest. Maar dat is een conferentie geweest waar 2300 mensen waren. En het was een conferentie eigenlijk die bedoeld was om, terwijl ze nog leefde, haar leven te vieren. En de organisatoren, dat waren vier vrouwen uit Boston, waaronder Jackie Alexander, hadden dus een soort kwotumsysteem van welke groep er mensen aanwezig mochten zijn. Dus dat was heel erg intersectioneel gedacht. Maar het was juist heel erg belangrijk dat niet de vrouwen die toevallig het geld hadden, hun aanwezigheid daar konden zekerstellen, maar dat er dus over de volle breedte van al die bewegingen mensen aanwezig zouden zijn, ook mannen trouwens. In Europa zijn er ook conferenties geweest. Er is een grote conferentie geweest eind 90er jaren in Oostenrijk. Ook zijn er bewegingen voortgekomen uit de aanwezigheid van Audrey in Europa, zoals Black European Studies groepen. Aan de Universiteit van Frankfurt, die verschillende conferenties gegeven heeft. Dit is echt een beweging die nog steeds gaande is, waarbij zwarte mensen uit verschillende Europese landen bij elkaar komen. Er is ook een hele belangrijke poot in Spanje die mensen bij elkaar brengt. En bleef zij eigenlijk, bleef zij tot haar dood activistisch? En bleef zij tot haar dood positief en strijdvaardig, want soms zie je ook bij activisten bepaalde frustraties. Of hoe was dat voor haar? Want ze kwam uit die tijd van de jaren 60, 70, waarbij er een enorme vibe was. Maar hoe was het om door te gaan in de jaren 80, 90? Zij ging onvermoeibaar door, tot ze niet meer kon. Echt, dus ze heeft ik denk dat het 86, 87 geweest is, heeft ze samen met Gloria Joseph, haar partner, een brief geschreven aan Helmut Kohl over hoe verontrust ze waren over de opkomst van nieuw rechts in Duitsland. Nee, het is iets later geweest, 89, na de val van de muur. Dus zij liet zich door niets weerhouden om door te gaan met haar activisme. En ik vind ook de manier waarop ze nadacht over zichzelf en de dood, die vind ik zo ontzettend mooi en krachtig. Dus dat mooie gedicht, Today is not the day, waarin ze reflecteert op, vandaag zou de dag kunnen zijn dat ik doodga, maar vandaag is niet de dag, dus ik ga gewoon door. Ze heeft dat voorgelezen toen Tanya Leon en ik, mijn co-sister outsider, afscheid van haar gingen nemen in 1992, oktober 92 in Berlijn. Ik ben vergeten wat je me vroeg. Sorry. Volgens mij vroeg ik of ze tot haar dood niet alleen activist was, maar ook of ze positief of gedesillusioneerd. Ja, stierf niet. Klinkt heel dramatisch, maar met wat voor een. Nee, ze was ontzettend opgewekt en krachtig. En zij wist
alles wat ik heb meegemaakt, dat dient ergens toe. En ik blijf bestaan. De woorden zijn er. De woorden zijn er. Jullie kunnen allemaal lezen wat ik vind en wat ik bedacht heb. En ik ga niet weg. Ik blijf. Nou, vanuit dat idee gaan we naar het laatste gedeelte. Ja, het laatste gedeelte over de feminist en inclusief feminisme. En aan tafel wil ik graag uitnodigen Hodan Warsameh, als ik het goed uitspreek. Hodan Warsameh, ga zitten. Je bent een decoloniale zwarte feminist en lid van het Amsterdamse intersectioneel feministisch collectief Redmond. En door middel van radio, blogs, filmscreening, praatgroepen, workshops probeert ze het kritisch denken over racisme, gender en seksualiteit te vergroten. Welkom, Hodan. Applaus. En onze andere gast is Valentijn de Hing. Hij is model, columnist en DJ, studeerde literatuurwetenschappen en Frans. En van haar achtste werd Valentijn gevolgd door journalist Hetty Nietzsche voor de documentaire Valentijn, waarin de transitie van jongen naar meisje werd gevolgd. Valentijn, applaus. Fijn dat je er bent. Wat is daar of hier? Dankjewel. En Gloria zal dit gesprek over inclusief feminisme kort inleiden. Naar aanleiding van het essay van Lorde, Age, Race, Class and Sex, Women Redefining Difference. Ja, ja, dat is een heel belangrijk essay, hè, als het gaat over intersectionaliteit. Ja. En ik heb ook het gevoel dat de tijd waarin Audrey zo actief was, met name als ik denk aan de 80er jaren, dat die heel veel overeenkomst vertoont met de tijd waarin wij nu leven. Met name een grote conservatieve golf die voor ons heen komt, een ruk naar rechts. We zien hoe in Nederland de PVV kruipt door, sluipt door, erin slaagt zijn denkbeelden bij allerlei andere politieke partijen ingang te doen vinden. Dus des te meer reden om na te denken over wat de relevantie van Audrey voor ons vandaag de dag is. En één ding waarover ik denk dat we het met elkaar eens zullen zijn, is dat zij ontzettend belangrijk geweest is bij het ingang doen vinden van dat intersectionele gedachtegoed, eigenlijk voordat het officieel een naam kreeg. In 1989 was dat toen Kimberly Crenshaw begon te schrijven over intersectionaliteit. Zijn jullie het daarmee eens dat zij eigenlijk al voor avant la lettre intersectioneel dacht? Gloria, mag ik je even onderbreken met toch, misschien weten er ook wat mensen in het publiek niet wat intersectionaliteit is. Zou je dat toch voordat je er in gesprek gaat even kunnen uitleggen? All right, ja. Hoe kan iemand dat niet weten, zou ik bijna willen vragen. Intersectionaliteit is de school binnen vrouwenstudies die zegt dat het niet voldoende is om alleen over gender na te denken. Dat we ook over andere belangrijke assen van verschil na moeten denken. Zoals ras, etniciteit, klasse, seksualiteit, religie en eventueel andere assen. Dat die assen gelijktijdig tot stand komen en elkaar beïnvloeden. Dus gender alleen is onvoldoende. We worden door al die assen die ik noemde bepaald. De samenleving wordt daar ook door bepaald en is daarnaar ingericht. En dus is het belangrijk ons denken complexer te maken. Dus intersectionaliteit gaat over complexiteit. Dank je. Gloria, want ga jij want we dachten even dat jij een inleiding, dan hadden we allemaal vragen voorbereid, maar ik heb ergens gevoel dat je heel erg behoefte hebt om gewoon een gesprek te voeren. Ja, dus ik kan ook gewoon zo doen. En dan mag je vragen stellen. Nee, dat is helemaal prima. Maar, maar ik dacht dat zij ze misschien zaten te wachten meer op een waar ze op moesten reageren. Prima.
Dus veel, de vraag was volgens mij of Audre Lorde een intersectioneel denkster was, avant la lettre. En in hoeverre dat in onze tijd nog belangrijk was. Ja. Dat was de vraag, toch? Ja. Yes. Nou, dan heb ik die even straight. want ik... als ik persoonlijk kijk naar hoe dat... momenteel is als je het hebt over, want voor de mensen die dat, nou ja, het zat in je inleiding, maar ik ben transgender vrouw. De beweging van transgender vrouwen en mannen van de transgender gemeenschap in het algemeen is de afgelopen 2 jaar eigenlijk ontzettend in een stroomversnelling geraakt door meerdere personen en gebeurtenissen. Zowel op nationale als internationale schaal. En ook op verschillende plekken, weet je wel, in film, media, kunst. Het is een onderwerp wat heel veel momentum heeft gekregen. En ik vind het zelf heel interessant om teksten van Audre Lorde naast deze stroomversnelling te lezen. En na te denken over... hoe intersectionaliteit, dus inderdaad, weet je wel, gender, ras, klasse, allemaal een soort nieuwe dimensie krijgen als gender een begrip is wat eigenlijk heel erg op losse schroeven komt te staan. En waarbij genderidentiteit eerder een soort vraag wordt dan een je bent een man of je bent een vrouw en daarnaast, weet je wel, ben je nog... Weet je wel, een aantal van die verschillende assen. Mm-hmm. Want hoe werkt het? Dat zijn vragen die ik nu heel belangrijk vind. Zeker voor de transgender gemeenschap. Om daar de komende tijd over na te denken. En over te schrijven. En over te praten. En werk over te maken. Hoe definiëren we onszelf binnen al die assen als ook... dat een, als dus ook man of vrouw een vraagstuk is, waar je toe behoort. Want tot voor kort werden we natuurlijk tot iets veroordeeld bij onze geboorte. Zeker met de stroomversnelling waar we dus nu in zitten, waar ik het al eerder over had. Is daar een soort extra nieuwe dimensie in gekomen. Mm-hmm. En daarin vind ik het werk van Audre Lorde heel... poignant en heel belangrijk nog steeds. Ja. Mm-hmm. Avant la lettre. Kan je daar iets meer over zeggen wat zij in jouw denken betekent? Hoe ze jou helpt? Nou, als je bijvoorbeeld dat essay waar we het net over hadden, age, race, class. Mm-hmm. Een van de dingen die ze daarin zegt is dat zij als persoon bestaat uit meerdere ingrediënten. Maar dat zij op bepaalde momenten eigenlijk heel erg er van haar wordt verwacht dat zij één ingrediënt heel duidelijk naar voren brengt. Of heel duidelijk uit de soep die zij is, zeg maar, dat naar boven lepelt. Terwijl zij zoiets heeft van, als ik echt in mijn kracht wil staan, dan moet ik alle verschillende elementen van mezelf aan kunnen spreken. En alle verschillende elementen... moet de hele soep genoeg zijn in een gesprek. dat vind ik een heel interessant gegeven. Omdat ik zelf als transgender vrouw merk dat ik soms ook heel erg door het feit dat ik transgender ben gedefinieerd word. En daarin niet, daarin niet meer mag zijn dan dat of zo. Mm-hmm. Ik weet niet zo goed. Ik kom er niet helemaal uit, sorry. En Holland, in hoeverre inspireert Lorde jou en hoe komt ze terug in wat jij doet? Misschien kan je wat meer vertellen ook over jouw activisme en hoe dat eruit ziet, hoe zich dat tot Lorde verhoudt? Ik denk, wat cool is, die foto daar in het groen.
dat was de foto die we ook als promotiefoto hadden gebruikt voor onze eerste screening als Redmond, waar ik ook Tirtza had ontmoet. En dat was van de film, van de biografie, Audre Lorde, The Berlin Years. En daar hadden we jou ook uitgenodigd. Dat was een heel erg big deal om Gloria Wekker uit te nodigen. We wilden beginnen met die film, omdat wij bij elkaar waren gekomen als niet-witte vrouwen. Twee niet-witte vrouwen op dat moment, die zoiets hadden van, we voelen ons niet vertegenwoordigd in feminisme. We voelen ons staan op alle, op, zeg maar, we hebben al die verschillende kanten. We zijn op dat moment allebei twee cisgender vrouwen. We zijn niet wit. We hebben allebei een soort van koloniale geschiedenis die ons hier gebracht heeft. En hoe kom je uit de schaamte die dat creëert als je hier opgroeit? In deze wereld, maar ook specifiek in Nederland, als een niet-witte vrouw. Hoe kom je uit de schaamte en hoe maak je daarvan een kracht? En de manier waarop zij zo unapologetic is en ook al haar identiteit of facetten van haar persoon benoemt en dat ook ziet als een kracht. Dat was heel erg empowering en heel erg herkenbaar, maar iets wat heel erg inspirerend was. Want ik denk dat zij ook heel erg spreekt tot de persoon die zich schaamt en die zich minderwaardig voelt. Uh-huh. En vooral ook en probeert te zeggen van, weet je wel, het is oké om jezelf te zijn, het is oké. Ook al vertelt deze wereld hier dat je, weet je wel, dat je niet de moeite waard bent, dat je niks waard bent en dat je soort van of moet conformeren tot de norm of moet geloven dat je verschil helemaal niks waard is. Dus ik weet niet meer wat de vraag was, maar dat is soort van wat zij in het begin... Heel duidelijk antwoord hoor. wat de allereerste introductie, dat is wat het betekende voor mij. Dat het een vrouw is waarvan ik denk, ja, zo'n soort van moederfiguur, een soort van zusterfiguur die zegt van, nee, je hoeft je niet te schamen. En niet alleen dat, maar je hebt de verantwoordelijkheid om de wereld te veranderen. Om jezelf te bevrijden, maar ook om aan collectieve bevrijding te werken. En dat is mogelijk, want ik doe het ook. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Dit is hoe Audre Lorde tot jou spreekt. En hoe zou Audre Lorde dan een inspiratiebron kunnen zijn voor mensen die misschien in een wel iets meer geprivilegeerde positie zitten? Dus je zegt het vooral misschien dat ze spreekt tot de mensen die zich op een bepaalde manier schamen. Spreekt ze ook tot mensen die dat misschien helemaal niet hebben? Of zou je dat willen? Heel erg. Ik kijk niet jou aan, want ik denk van, dit is jou. Maar gewoon weer zo van, ik wil niet zo van. Maar Valentijn reageerde ook op vanuit je white privilege bijvoorbeeld. Ja. Maar de vraag werd eerst aan jou gesteld. Bekend, het is een speech die ze heeft gebracht voor een conferentie van die georganiseerd werd door witte feministen. Daar komt ook die bekende quote vandaan van the master's tools will not dismantle the master's house. Dat was een moment, en dat heeft ze op heel veel momenten denk ik gedaan, waarop ze direct sprak tot mensen in een meer geprivilegeerde positie, in dat geval wit feministen. En ze had heel duidelijk, denk ik, een boodschap voor ons allemaal, omdat ze ook heel erg praat over, we zijn complexe mensen, we hebben complexe sociale identiteiten en waar je in deze situatie misschien onderdrukt bent, ben je misschien in die situatie weer geprivilegeerd. Dus het is helemaal niet zo zwart-wit. Maar als we het hebben specifiek over witte mensen, dan ja, absoluut. Ze heeft absoluut een boodschap voor hen. En dat is, denk ik, ja, moeilijk om soort van samen te vatten, maar ik denk wat ik ook van die quote had gehaald en wat ze ook zegt in het essay wat jij aanhaalde, was dat we kunnen niet hiërarchieën reproduceren in onze strijd om
om een soort van hiërarchieën te vernietigen, kun je niet weer een nieuwe hiërarchie reproduceren. Dus je moet echt gewoon goed nadenken over wat is soort van de wereld waar je naar streeft. Wil je bevrijding voor jouw stukje wereld, voor jouw stukje soort van onderdrukking, dat te niet doen, zodat je een comfortabeler leven kan leiden? Of wil je iets compleet anders? Want dat is een heel anders iets. En ik waardeer heel erg ook dat zij het altijd heeft over aan de ene kant weerstand en soort van kritiek leveren op de wereld zoals die is, maar tegelijkertijd een parallel proces waarbij je echt nadenkt over hoe kan je eigenlijk een compleet nieuwe wereld creëren en een nieuwe manier om jezelf te zien en een andere waarde in jezelf, andere waarden, dus niet macht, niet winst, niet hiërarchie, maar iets anders. Wat betekent dat dan? Hoe zien we onszelf dan? Hoe verhouden we ons tot elkaar? Dat is iets heel anders. En dat is een boodschap voor iedereen, maar ook specifiek voor bijvoorbeeld witte mensen en witte feministen. En hoe verhoudt volgens jou dan dat de there is no hierarchy tot dat je ook wel juist die verschillen, there is no hierarchy in suffering, maar je moet juist wel die verschillen erkennen. Mm-hmm. Hoe verbind jij die twee met elkaar? Is het lastig? Is het lastig? Weet ik niet. Ik wil zeggen dat het lastig is, maar aan de andere kant is het ook een soort van misschien best wel logisch dat je gewoon erkent, we leven in een wereld waarin allerlei verschillende vormen van onderdrukking bestaan. En ik word bijvoorbeeld geconfronteerd met racisme, misschien klassisme, vaatfobie. I don't know, like, verschillende dingen. En dat geldt voor jou weer anders. Maar dat betekent niet per se dat de dingen waar jij mee te maken hebt, dat die niet relevant zijn voor mij om over na te denken. Of als ik streef naar bevrijding, collectieve bevrijding, dan moet ik erkennen dat ik ook een soort van moet vechten voor dingen die niet per se, waar ik niet persoonlijk mee geconfronteerd word. Maar wel het idee normaliseren dat een hiërarchie soort van een gegeven is en dat het eigenlijk soort van oké is. Dus dat je daar niet per se aan moet tornen. Wat is... Nou, als ik heel veel inhaken, want ik vind het heel interessant namelijk wat jij zegt. Want het is, kijk, weet je, het is niet altijd, en ik denk dat intersectionaliteit daarin voor een heel groot gedeelte over gaat. Het is niet altijd het een of het ander. Zwart-wit, stomme woordspeling nu, maar het is, weet je, kijk, ik als persoon moet me ervan bewust zijn dat ik wit privilege geniet. Dus, weet je, ik moet me daar bewust van zijn in mijn dagelijks leven. En dat weten. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen dat ik op bepaalde andere vlakken privilege geniet. Bijvoorbeeld als het gaat om mensen in de transgender gemeenschap. Ik weet bijvoorbeeld van mezelf dat ik er redelijk cis-normatief uitziet. Dat betekent dat wat de maatschappij heeft bepaald dat vrouwelijk is, aan dat beeld voldoe ik redelijk goed op een heel aantal vlakken. En daarmee geniet ik een cisnormatief privilege over transgender personen die bijvoorbeeld minder vrouwelijk eruit zien. Ik heb het nu even specifiek over vrouwelijk, maar het geldt natuurlijk ook de andere kant op. En al helemaal voor gender non-conforming transgender personen. En dat is iets wat in principe met ras verbonden is, maar ook er op een bepaalde manier van losstaat. Daarnaast, weet je wel, cisgender vrouwen genieten weer een bepaald privilege over mij. Omdat ik voor heel veel mensen in de wereld nog steeds, helaas, geen natuurlijke vrouw ben. Omdat ik niet geboren ben met een baarmoeder of niet geboren ben met een vagina. Ik kunstmatige vrouwelijke hormonen heb moeten slikken om borsten te krijgen. Wetende dat er een heel groot gedeelte is in de wereld die mijn genderidentiteit in twijfel trekt. Die twijfel in sommige situaties tegen mij zou kunnen gebruiken. Kijk, dat is natuurlijk iets waar cisgender vrouwen, oftewel niet transgender vrouwen, zich, zoals Gloria zei in haar inleiding over wit privilege, waar witte vrouwen zich over bepaalde dingen geen zorgen hoeven maken, hoeven cisgender vrouwen zich in sommige situaties ook geen zorgen te maken. Maar dat is dus het hele ding, weet je wel.
het is nooit het een of het ander, weet je wel. En dat is denk ik waar intersectionaliteit een heel belangrijk middel is om na te denken over waar heb ik een streepje voor en waar sta ik met 10-0 achter, zeg maar. Gloria, ik weet dat jij een actuele casus eigenlijk wil behandelen met deze twee jonge sprekers. Nou ja. Maar ik vond het heel interessant. Ik wil zeggen, zeg maar zelf, om te kijken ook in hoe Lorde ons kan helpen om in deze tijd met bepaalde zaken om te gaan. Ja. Ik wil er nog even reageren op wat Valentijn zegt. Want ik denk niet dat het zo is dat je... je status van transgender geheel los kunt koppelen van ras. Nee. Ik denk dat die aan elkaar vastzitten. Ja. Er zijn verschillende ideaalbeelden afhankelijk van ras, van hoe iemand transgender is. Hè? Dat zit anders in elkaar. Zeker. Dus ik denk dat die niet losgekoppeld kunnen zijn. Het doet me, dit is een beetje een zijpaadje, maar het doet me heel erg denken aan die situatie die Audrey beschrijft in Sami, waarin ze het heeft over relaties tussen lesbische vrouwen, zwarte en witte lesbische vrouwen in de 50er jaren in New York City. Waarbij zij aangeeft dat het nu eenmaal zo is dat dat pakketje wat die verschillende vrouwen met zich meebrengen, zwarte vrouwen ertoe brengen dat zij altijd de mannelijke rol in die relatie moeten spelen, terwijl witte lesbische vrouwen altijd vrouwelijk zijn. Dus dat geeft al aan hoe verschillend die pakketten uitwerken voor mensen. Dus de casus waar we het over zouden hebben. Ik ben het heel erg met je eens hoor, overigens. Je hebt echt heel erg gelijk. En je ziet ook binnen de transgemeenschap dat er een heel... en dat is in principe ook te wijten of te danken eigenlijk aan... dat er al 70 jaar, of dat er al sinds de jaren 70 continu werk is geweest. Niet alleen maar op het gebied van feminisme, maar ook specifiek van black feminism. En andere civil rights movements. Dat er dus ook vanuit de transgemeenschap al een heel intrinsiek besef bestaat van dus ook de verschillen onder de leden binnen de gemeenschap zelf. En dat er dus heel duidelijke stemmen zijn die roepen. Weet je, die echt zeggen, het is niet zo dat een zwarte transvrouw het op eenzelfde manier trans kan en mag zijn in de samenleving als een, als een witte transman bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of als een witte genderqueer persoon. Dus daarin, er is een hele intrinsieke erkenning voor die verschillen. En ik denk dat zeker, weet je wel, het gedachtegoed van intersectionaliteit, wat natuurlijk ook heel erg voorkomt uit black feminism specifiek, dat daar heel erg duidelijk aan bijgedragen heeft ook, aan dat mm-hmm. besef. Dus dat is eigenlijk heel mooi. Heel goed. Ja. Oké. Okay. nou, ik wilde graag met jullie praten over hoe we vanuit een intersectioneel perspectief kunnen kijken naar de casus Keulen. Wat er in de Oudjaarsnacht gebeurd is. Ik denk namelijk dat wat er gebeurde, als ik dat vanuit mijn eigen perspectief bekijk. Meteen toen dat in de media kwam, werd ik helemaal plat gebeld door allerlei kranten die wilden horen hoe ik daarover dacht. Terwijl ik vond, we weten nog eigenlijk helemaal niet wat er gebeurd is. Daar is absoluut geen duidelijkheid over. En dan moet ik nu gaan zeggen wat ik vind. Ik kan daar alleen maar allerlei onderbuikgevoelens mee in de kaart gaan spelen. Opmerkelijke is, er werd langzamerhand iets meer duidelijk. Vervolgens werd ik nooit meer gebeld. Maar we weten eigenlijk nog steeds niet precies hè, wat er gebeurd is. En hoe we daar naar moeten kijken. Dus ik wilde eigenlijk aan jullie vragen hoe jullie dat nou als jonge
feministen op een intersectionele manier bekijken. Dank je, Gloria. Jullie krijgen geen cijfer, hoor. Het is, Nee, het is interessant hier wel aan voor een essay. We zitten hier wel aan tafel met een professor. Ja. Oh, God, ja. Maar ik heb les gehad ook over Gloria tijdens mijn studie. Ja. Je kijkt me heel afwachtend aan. Ja, maar, ja. Sorry. Nee, dat is geen probleem. Het is belangrijk om hierover te praten en over na te denken. Of het is belangrijk om hierover na te denken. En ik heb me hier nog niet over uitgelaten op Facebook of zoiets. Soms als er iets voorbij komt wat heel erg urgent is of waar heel veel mensen over praten, dan heb ik ook het gevoel van these are my two cents. Maar dat heb ik tot nu toe niet gedaan in dit geval. Omdat ik het gewoon heel lastig vind, omdat het niet een heel zwart-wit ding is. Dat is het vaak overigens niet. Complexiteit, intersectionaliteit. Ik twijfel, dat is waarom ik zo langzaam praat, maar ik denk dat wat je hier ook ziet is dat er weer een soort van een oorlog wordt uitgevochten over de lichamen van vrouwen. Dat ten eerste. Nou, niet per se ten eerste, maar dat is wat me opvalt. We hebben het over vrouwen die aangevallen worden en de claim is dat gedaan wordt door vluchtelingen of door niet-witte mannen in elk geval, door migrantenmannen. En of de claim waar is of niet, waarschijnlijk is die heel erg overdreven. Misschien zelfs helemaal vals. Ik zou me niks verbazen, ik ben niet helemaal op de hoogte. Mm-hmm. Het idee is dat niet-witte mannen en niet-witte beschavingen, dat vrouwen daarin niet veilig zijn. Dus als dat witte vrouwen specifiek niet veilig zijn wanneer er bedreigende niet-witte mannen in de publieke ruimte zijn of eigenlijk in het land zijn. Want dat is eigenlijk waar dit symbool voor staat. We willen geen migrantenmannen in het land, want dan zijn we onveilig, maar vooral ook onze vrouwen onveilig. En er is een lange, lange, lange geschiedenis van het idee, zeg maar een hiërarchie in beschavingen, tussen westerse beschavingen en niet-westerse beschavingen. Een koloniaal idee dat ook kolonialisme heeft en nog steeds eigenlijk legitimeert. Het idee, wij zijn progressief en wij beschermen vrouwen of vrouwen worden hier, hebben hier, genieten hier een bepaalde gelijkheid. Dat geldt ook voor homoseksuele mensen of lesbische mensen, mensen die te veel daarvan afwijken en heel erg queer zijn. Ik weet niet in hoeverre zij ook echt worden omarmd. Maar dus dat ten eerste. En ten tweede, je zag ook dat er heel veel mensen heel erg klaar stonden. Activisten, mensen die strijden tegen grenzen, voor het recht van mensen om hier naartoe te komen, asiel te zoeken en gewoon het recht van migratie. Om meteen te zeggen van dit is. Dit is iets wat gebruikt wordt om migranten te demoniseren. En daarbij werd ook soort van bijna geen aandacht geschonken aan het feit dat er vrouwen wel dat er vrouwen aangerand en verkracht waren. Dus dat maakte het complex, ook in de reacties van activisten of mensen die antiracistisch zijn, zeg maar. Dat er weer zo'n keuze werd gemaakt tussen deze keer tegen racisme, maar seksisme werd toen een soort van min of meer weggevaagd. Precies, inderdaad. Mm-hmm. Dus dat waren de twee verschillende reacties. En ik begreep het. En mijn eerste reflex was ook van, oh ja, tuurlijk. Niet-witte mannen worden hier gedemoniseerd, zoals altijd. En altijd weer ten opzichte van weet je wel, die fragiele witte vrouwen die altijd maar beschermd moeten worden tegen niet-witte mannen. En toen zag ik een comment van een Egyptische feminist. En die precies dit ook zei van, maar wacht even, we kunnen gewoon niet zo makkelijk in die reflex schieten. En dat is eigenlijk, ik ben niet veel verder gekomen dan dat. Dat het gewoon heel erg soort van, dat ik dacht van, dit is verschrikkelijk. Dat dingen zo snel eigenlijk in deze context van
wat genoemd wordt een crisis, maar eigenlijk een veel langer probleem is van Europese grenzen die enorm dodelijk zijn. En de mensen die toch hier naartoe komen. En hoe ver mensen gaan, hoe ver de media gaat, hoe ver mainstream soort van het mainstream discours gaat om die mensen te demoniseren, maar tegelijkertijd ook. Ik weet niet. Ik had gewoon heel erg het gevoel dat het een hele bedreigende situatie is voor iedereen. En dat het heel erg snel kan. Hoe dat? In een stroomversnelling kan raken. Dus, maar ja, heel erg duidelijk inderdaad die intersectionaliteit. Dus seksisme en racisme. En je kan niet kiezen. Yeah, want vrouwen worden daar aangerand. En of ze nou worden aangerand door wie dan ook. De realiteit is, en die wordt niet besproken. Nog door de soort van racistische fearmongers. Nog door de antiracistische soort van activisten. De realiteit is dat we leven in een extreem misogene samenleving. En dat we doen alsof eigenlijk de normale situatie is, vrouwen zijn hier veilig. Maar ongeacht wie hier is, of hier nou migranten mannen zijn of niet, we zijn niet veilig. Ja. Of je nou vrouw bent of niet. Maar als jij gezien wordt als vrouw, als je gezien wordt als niet, dan ben je gewoon niet veilig. En dat is gewoon de realiteit. Gloria en Hoorn, mag ik wat vragen? Als je dus vooral erachter komt dat de complexiteit steeds groter wordt. En jullie hebben ook gezegd van Audrey is echt een soort van inspiratiebron voor mij. Doe je dan wel eens misschien een simplistische truc, maar what would Audrey do? Of goed. Ik denk die truc is niet simplistisch, hè? Want die brengt je ertoe om die complexiteit aan te gaan. En ik vind de dingen die Hoorn zegt echt heel erg waar. Ik vind niet dat je moet zeggen dat je alleen maar zo ver gekomen bent. Want ik vind dat je ver gekomen bent. Ik vind dat je de complexiteit van de situatie goed uitdrukt. Ik ben zelf ook nog zo wijfelachtig over die hele situatie, dat ik mij afvraag, wat is nu waar van wat daar gebeurd is? Dat we na al die tijd, we zijn nu 2 maanden verder, nog steeds geen goed beeld hebben van wie waren daar op dat plein, wie waren de mannen, wie waren de vrouwen, waarom is daar nog steeds in het kader van het snelle oppakken van daders is er nog maar 1 man berecht. En dat ging over het stelen van een mobieltje. Waarom lijkt dit alles niet gegrond te kunnen worden in feiten? Waarom zijn er geen opnamen? Waarom zijn er geen beelden van dat alles? Terwijl er meer dan 600 vrouwen aangerand zouden zijn. Ik heb daar grote twijfels bij. Maar ook twijfels bij het feit dat daar dus geen duidelijkheid over komt. En dat het maar een beetje in de lucht blijft zweven zonder helderheid erover te krijgen. Wat op zichzelf weer heel schadelijk is. Hè? Ik heb liever dat we weten, nou, zo en zo zat het. Dat we dan een analyse kunnen maken, kunnen kijken, wat betekent dit nou? Dan dat er maar vage beschuldigingen boven de markt blijven zweven. Dus ik vind dit heel erg schadelijk. Dus de felheid waarin het in de eerste dagen opkomt en tot een explosie komt als het ware. En dan ontstaat er toch een noodzaak. Dat er dan ook werkelijk uitgezocht wordt wat er gebeurt. En dat gebeurt niet. Dat vind ik werkelijk ongehoord. Ik vind het bizar. De lichamen. Want ik vind het heel interessant wat jij ook zegt over de lichamen van vrouwen, zeg maar. En het women's bodies. En die lichamen worden bijna een soort schaakstukken in een politiek spel. In plaats van dat het echt gezien wordt als een lichaam wat agressief bejegend wordt en aangevallen wordt. En ik vind dat een heel
onderbelicht ding dat ik denk... Mm-hmm. Het wordt meteen dus heel erg in het politieke getrokken. In de discussie van, moeten we vluchtelingen toelaten? Moeten we ze eruit gooien? Waar heeft het mee te maken? Met islam, met cultuur, met religie, verschillen. Dus het wordt meteen een politieke discussie in plaats van inderdaad een soort feitelijk verhaal... waarin de agressie tegen de vrouwen ook heel feitelijk benaderd wordt. En verder, toen jij ook erover zat te praten te noemen, dacht ik me ineens... wat ik ook heel grappig vind, is dat het meteen een heel, zoals Gloria zei, een explosie wordt zodra het gaat over de lichamen van specifiek witte vrouwen ook. Ik weet niet of daar veel onderzoek naar is, maar ik lees er in ieder geval heel weinig over seksueel geweld in de AZC zelf. Waar mannen en vrouwen natuurlijk dicht op elkaar leven, dag in dag uit, weet je wel, in kleine ruimtes waar weinig privacy is. Mm-hmm. Ja, weet je wel, wat gebeurt er met de vrouwen die daar, met de vrouwen daar die niet wit zijn? Of vinden we dat minder belangrijk? Ik voorzichtig durf ik te schatten dat dat dus wel zo is, dat we dat dus minder belangrijk vinden. Mm-hmm. Een van de dingen die ook heel erg duidelijk werd, denk ik, uit dit geval. Meerte, ga ik te langzaam? Moet het wel een beetje. Oké, is maar, goed. Jou ook nog eens de uitdaging om er iets afrondends over te zeggen. Is dat het zo duidelijk werd wat de complicity is. Ik weet niet wat het Nederlands woord is. Wat, medeplichtigheid. De medeplichtigheid van de politie, van het justitiesysteem, van de media. Wanneer komen de feiten ooit echt boven tafel? En kunnen we op deze instituties rekenen om elke echte feiten boven tafel te brengen? Want hun hebben ook een agenda en hun hebben ook een aandeel in de situatie die gecreëerd is. Dus zeg maar, we kunnen niet vertrouwen op de politie, we kunnen niet vertrouwen op de rechters, we kunnen niet vertrouwen op de media of welke de onderzoekers van de politie om ons te vertellen wat er echt gebeurd is. Die camera's die misschien ons zouden kunnen vertellen van wat is er nou echt gebeurd, zijn dezelfde camera's die worden ingezet om ook migranten mannen en zwarte mannen te criminaliseren. De zoektocht naar waarheid in deze situatie is heel erg moeilijk. Juist ook door de institutionele setting. En door het idee dat we leven in een samenleving waarin de waarheid altijd gekleurd is door macht. En dus wat doen we dan als mensen die kritisch zijn ten opzichte van die macht? Wat is onze verantwoordelijkheid daarin? En dan kan ik niet echt... Ik bedoel, al je vragen blijven dan legitiem, maar ook onbeantwoord. In elk geval kunnen we niet vertrouwen op instituties om ons die antwoorden te geven. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Dank je wel. Ik dacht voordat jij Shoshani aankondigt, Gloria, ter afsluiting, stemt het je hoopvol als je met deze twee jonge sprekers... aan tafel zit. Buitengewoon. Ik vind het heel erg belangrijk dat jullie deze avond georganiseerd hebben. Het is buitengewoon hoopgevend dat ook deze jonge vrouwen geïnspireerd zijn door Audrey. Dus ik vind het een heel mooie avond. En dat we niet het laatste woord kunnen zeggen over die kwestie Keulen, dat is ook niet erg. Maar we moeten er wel over na blijven denken, want het is belangrijk genoeg. En ben ik het eens met het laatste wat je zei, Hodan. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om te kijken hoe je buiten instituties om, die hun eigen agenda hebben en hun eigen bril om naar dingen te kijken, toch aan andere gegevens kunt komen. Ja, nee, absoluut. En nog steeds ook van die instituties eisen dat ze beter hun werk doen. Niet dat we dat we stoppen met die kritiek of met een soort van relatie met hen. Want we leven nog steeds in een wereld die enorm wordt beïnvloed door die instituties. Dus ja, absoluut met je eens. Ja. Oké, nou dit gesprek kunnen we volgens mij nog heel lang voortzetten. En dat gaan we ook na het programma doen. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken dat jullie hier aan tafel zitten. Voor Hodan een heel groot applaus. Thank you.
En ook meteen voor Valentijn. En een heel groot applaus voor Gloria. Blijft ze zitten als Shoshani komt. En nou, dan wil ik heel graag afsluiten met Shoshani, dus ik wil vragen of ze nog een nummer voor ons wil spelen. Zo. Check, check, check. Ja, ik zat dus wel in mijn hoofd te denken, what would Audrey want as a last poem? En ja, een van de thema's waar ze zoveel over praat, schrijft, is survival. Hè? Ondanks alle dingen die ons uitdagen. Hoe komen we toch de dag door? En een van die dingen wat ik meeneem is dat je onthoudt, dat je remember every single day waar je voor staat. En dat je elke dag weer die keuze maakt om te staan waar je voor staat. Dus vandaar dat ik Litany for Survival koos. Wat eigenlijk een prayer for survival is. Of us who live at the shoreline, standing upon the constant edges of decision, crucial and alone. For those of us who cannot indulge the passing dreams of choice, who love in doorways coming and going in the hours between dawns, looking inward and outward at once, before and after. Seeking a now that can breed future like bread in our children's mouths, so their dreams will not reflect the death of ours. For those of us who were imprinted with fear like a faint line in the center of our foreheads, learning to be afraid with our mother's milk. For by this weapon,
this illusion of some safety to be found. The heavy-footed hoped to silence us. For all of us, this instant and this triumph, we were never meant to survive. And when the sun rises, we are afraid it might not remain. When the sun sets, we are afraid it might not rise in the morning. When our stomachs are full, we are afraid of indigestion. When our stomachs are empty, we are afraid we may never eat again. When we are loved, we are afraid love will vanish. When we are alone, we are afraid love will never return. And when we speak, we are afraid our words will not be heard nor welcomed. But when we are silent, we are still afraid. So it is better to speak, remembering we were never meant to survive. So it is better to speak, remembering we were never meant to survive. Shoshani. Dank jullie wel voor jullie aandacht. En Merlijn, ik zie jullie graag terug op 13 mei over Anaïs Nin. Dank u wel. Goeie avond nog.